Het Rijksmuseum is een gigantisch museum met ook een gigantische collectie. Meer dan 1 miljoen objecten. Dat is een kans die 1 keer in je leven voorbij komt. Ik heb hierbij met de aanvraag voor de bouwvergunning, voor de monumentenvergunning, voor de milieuvergunning. Wij gaan nu ontzettend hard aan de slag. Hoe kan je deze stadspoort kapot maken? Die onderdoorgang, dat is openbare ruimte. En wij vinden dat die open moet. We are forced to come up with something completely new. Het is heel jammer dat het Rijksmuseum nog langer dicht is. Als je dus honderden miljoenen uitgeeft, dat dan of het fietspad links of rechts ligt, wat dat hetgeen is wat mensen van een project onthouden, dan heeft Nederland niet in de gaten wat we hier aan het doen zijn. Dat is te proberen Amsterdam een positie te houden in de internationale kunstwereld. Dat kan toch niet waar zijn? Het is een mooi moment om ermee op te houden. Ik was er echt van ontdaan. Het is mooi geweest. To go to the building and to hear this island there. Is very sad. De opvolger, Wim Pijbus. Ik wil een museum verbouwen. Wat heb je nodig? Een wand, een schroef en een schilderij. Beelden die hebben respect nodig. En hier staan ze niet zoals ze moeten staan. Jan Schoonhoven. Nou, kopen. 300.000. Ja, bieden. Bang. 450.000 euro. Wilt u bieden? Nee, ik kan niet bieden. Balen. De Tweede Kamer hebben gezegd geen stuiver meer en niet later dan 2013. Het is te laat, te duur. Het lukt niet. Helaas. Maar het museum moet gewoon open en we moeten doorgaan. Die collectie is een schat. Ja, dat is ongelooflijk. De werken, ja, die moeten schitteren. Je ziet langzamerhand het samenkomen. En dat er een harmonie ontstaat. We maken met elkaar van het leven een kunstwerk. I'm very satisfied. Ik kan niet anders zeggen, het is gewoon ongelooflijk. Als je nu zegt, dan krijg je er kippenvel van.